Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Ik ga vandaag mijn nagels laten doen, onder andere. Dat is echt wel weer eventjes tijd ervoor. Ik weet niet of je die uitgroei kan zien. Ja, oh, dat is echt niet normaal, hè? Echt niet oké. Dus dat ga ik vandaag laten doen. Stel scherp, ja. Ik heb om 12 uur een afspraak, duurt ongeveer tot 1 uur, half 2, zoiets. En dan daarna ga ik mijn dagmaar toe, naar dagmaar toe. Zo, ik heb mijn dagmaar afgesproken, dus dat is heel gezellig. Maar nu eerst ga ik een ontbijtje maken. Ik ben net al eventjes naar de Albert Heijn geweest om alle ingrediënten daarvoor te halen. Want ik kwam dus laatst een meisje tegen op YouTube, eigenlijk een beetje via Stijn. Ze zei dat zij daar video's aan het kijken was. Dat ging ik ook kijken. Rachel heet ze, Rachel Joan. Geen idee hoe je haar achternaam uitspreekt of... Ik weet niet of het erachternaam is, maar ze heet in ieder geval Rachel. En ze had dus een ontbijtje gemaakt met mango en kwark en banaan en bosbes. En het zag er zo lekker uit dat ik dacht, ik ga dat ook maken. Oké, wat je dus nodig had volgens haar was een banaan, blauwe bessen, magere kwark. En je had dus ook van Alpro een oat, O-A-T iets, maar die kon ik dus niet vinden. Dus ik dacht, ik neem maar gewoon deze. Geen idee wat het verschil is. Er zal vast wel verschil zijn. Maar bij onze Albert Heijn hadden ze die niet. Dus ik heb maar deze genomen. En dan nog bevroren mango. Die ga ik even pakken. Tada. Dit. En dat moet je dus, de mango met de kwark. En dit moet je dus in de blender doen. En dan kan je dit als topping gebruiken. En dan heb je dus zo'n smoothie bowl. Dus. En hier staat dat zij ook nog een scoop proteïnepoeder doet. Maar dat heb ik niet. En dat gebruik ik ook niet. Dus ja. Oké, dit is het geworden. Ik had geen zin om die banaan te snijden. Er zitten alleen blauwe bessen in. Het lijkt een beetje op vla, maar er zitten ook stukjes in. Ik weet niet of dat goed is. Maar goed, we gaan het proeven. Het is op zich wel lekker. Ja, het is niet vies. Maar... ik had wel verwacht dat je iets meer mango zou proeven. Hij is wel lekker koud, omdat die mango dus nog bevroren was. Ik ga nog eventjes een thumbnail maken voor de video die zo meteen online moet komen. En dan zien jullie mij straks als ik mijn nagels ga laten doen. Wel, ik zal even een goede before laten zien. Neem je dat altijd? Ik ben alweer een tijdje thuis. Het is 6:10. Ik ben echt zo blij met mijn nagels. Ik heb het helemaal niet meer gefilmd, maar ik had mijn camera niet bij me. Wacht, ik zal het even laten zien. Kijk hoe mooi. Echt die kleur vind ik echt heel leuk. Eerst wilde ik dus weer diezelfde rode kleur doen. Maar eigenlijk was ik ook wel een beetje klaar met die rode kleur. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Dat duurde wel ietsjes langer dan ik had verwacht. Ik was 2:50 pas klaar. Dus ik ben toen gelijk doorgereden naar Dagmar. Toen hebben we de auto gewassen, zijn we met Aya naar het bos geweest en hebben we gewoon een beetje bij Dagmar in de tuin gezeten. En er is een pakketje van de Pull&Bear binnengekomen, dus die ga ik eventjes laten zien. Ik had namelijk een trui en een shirtje besteld bij de Pull&Bear. Volgens mij woensdag en het is vandaag al binnen, echt heel snel. En het zijn allebei een... oh, dit is alleen de trui. Ik denk dat... wacht even. Oh ja. Het shirtje komt in een losse bestelling. Het komt in twee delen. Maar goed, dit is dus alleen de trui. En dat is deze. Ik zag hem namelijk op United World ook. Maar hij was ook nog gewoon op de Pull&Bear site zelf. Heel erg leuk. Met een zonnetje hier in het midden. En een soort van tie-dye effect. En deze was 19,99. En heb ik in een maatje XS. En ik denk wel dat die goed zit. Ik hou de laatste tijd echt heel erg van die... blauwe kleurtjes, echt heel leuk. Dus die, en ik heb dan ook nog een shirtje besteld. Een blauwe, eigenlijk precies dezelfde, maar dan in een shirtjesvorm. Maar die komt morgen binnen, staat hier. Dus die kan ik morgen aan jullie laten zien. Wij gaan zo meteen, als het goed is, McDonald's avond eten. Dus dat is heel lekker. Ja, dat eigenlijk. Moet even kijken of we het gaan bestellen of ophalen. Ik denk halen, want dan blijft het dus langer warm. Of dan is het... lijkt het warmer in ieder geval. Maar goed. Het is al een paar uur later. Sorry. Maar we hebben lekker McDonald's gegeten. Maar ik had die trui van de Pull&Bear even aangedaan. Ik dacht ik laat hem even zien. Maar ik vind hem eigenlijk een beetje te klein. Ik wil hem echt lekker extreem oversized. En dat is hij niet. Hij is best wel kort en... nee. Dus ik ga morgen met Miu naar de stad. En dan ga ik hem denk ik eventjes terugbrengen. Want ja, ik vind hem
niet echt leuk eigenlijk. Het is zaterdag vandaag. We hebben ons al helemaal aangekleed. Want wij gaan zo meteen naar de stad toe. Of nou, eigenlijk nu. Ik heb deze... Nou, ik zal het wel even in de spiegel laten zien. Ik heb weer die trui van Alex de Lebo aan. Mijn tas van Yves Saint Laurent. Maar die backstrap is dus van AliExpress gewoon. Broekjes van Nicky. En dan heb ik mijn jeans erbij aan. En wij gaan eventjes lekker naar de stad toe. Ik moet namelijk nog wat terugbrengen bij de Zara. En we willen gewoon eventjes lekker kijken. En vanavond gaan we als het goed is ook uit eten. Maar daar moet ik zo meteen eventjes voor bellen. Want online reserveren lukte niet. Dus ik hoop dat ze nog plek hebben. Want we willen dus bij een sushi restaurant in Rijswijk. Want we hebben heel veel zin in sushi. Dus het liefst willen we daar. Maar als die dan niet kan, dan gaan we naar Shabu Shabu kijken of dat wel kan. Maar je kan pas vanaf 2 uur bellen. Dus daar moet ik nog eventjes op wachten. Ik ga eventjes de dingetjes pakken van de Zara die ik terug wil brengen. En dan gaan we naar de stad. Wij zijn weer terug van de stad. En ik heb niks gekocht. Heel goed van mezelf. Maar ik heb wel heel spontaan een vierde gaatje laten schieten. Even kijken of ik het goed kan laten zien. Hij zit wel een beetje hoog volgens mij. Maar ik dacht op zich, als ik er straks een ringetje in ga doen, valt het wel mee. Dus die heb ik laten zetten. En er zijn ook 2 pakketjes binnengekomen in de tussentijd. Dus ik dacht, die ga ik eventjes laten zien. Gisteren was dat. Ja, had ik die Poer en Beertrui laten zien. En dat ik nog wat anders besteld had. En dat is dus los binnengekomen. En dat is namelijk deze crop top. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is dus ook weer met dat blauwe tijden. En hij is dus off the shoulder. Maar hij ziet er wel heel klein uit. Maar hij rekt dus wel echt heel erg mee. Alleen ik moet eventjes kijken of ik hem pas. Want die armpjes die rekken niet heel erg mee. Dus ik hoop dat ik hem pas. En deze heb ik in een maatje S en was 10 euro. En die vind ik echt heel erg leuk. Maar ik vind de Poo & Bear's altijd best wel klein vallen. Ook weer die trui. Die had ik natuurlijk vanmorgen aan. Die vond ik ook best wel... Of was dat gisteravond? Ja, gisteravond had ik die aan. Vond ik ook best wel klein vallen. Dus daarom dat ik van deze een S heb gekozen. Dus ik hoop dat ik die pas. En dan is er ook nog een ander pakketje binnengekomen. Met 2 t-shirtjes en dit onwijs leuke tasje. Kijk even hoe leuk die is. Het is dus een handgemaakt echt leren tasje. Past niet heel veel in. Maar die vind ik wel echt heel erg leuk. Hij is wel voor mij een beetje lang. Maar ik denk dat ik er een gaatje bij ga maken. Want hij staat nu op zijn strakst. Maar het is natuurlijk gewoon van leer. Dus je kan gewoon zelf gaatjes bijmaken. Maar dat heb ik dus gekregen van... Even kijken hoe ik het moet uitspreken. Ik durf het niet helemaal uit te spreken. Loose Fashion is het. Hoop ik. En anders zal ik het straks even opzoeken hoe je nou uitspreekt. Maar het is dus van dit Instagram account. En ze hebben dus ook een website. En ik heb van hun ook 2 t-shirtjes ontvangen. Een beetje in de stijl van G's Louise vond ik. En dat is als eerste dit t-shirt. Ook weer met dat tie-dye. En daar staat dan met roze en oranje letters hun naam, zeg maar. Heel leuk. En die heb ik dus ook in een witte kleur. Deze. Precies dezelfde, maar dan in het wit. En ik heb binnenkort in samenwerking met hun een winactie lopen op mijn Instagram. Dus ik zal hun eventjes in de beschrijving linken. En jullie moeten mijn Instagram eventjes in de gaten houden. Of nou, moet niet. Maar als je wil weten wat de winactie wordt, ja, dan moet je wel mijn Instagram in de gaten houden. Want die komt er binnenkort op te staan. Volgens mij, als het goed is, rond eind juli ongeveer. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Voor 10% korting met de code FLEUR10. Dus ja, ik ben wel echt heel erg fan van dit tie-dye shirtje. En ik vind die tas ook echt geweldig. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus dat. We hadden trouwens ook gebeld naar dat restaurant in Rijswijk. Akaito. Voor sushi. Maar ze hadden helaas geen plek meer. Dus we gaan nu bij Shabu Shabu eten. Want we hebben gewoon heel erg veel zin in sushi. Maar wel pas om 7:45 als plek. Dus we gaan er pas om 7:15. Of nou ja, niet om 7:45 heen. Maar we kunnen pas om 7:45 eten. Maar op zich is dat wel leuk en gezellig. Een beetje laat eten. Ja, wij gaan nu nog eventjes lekker een beetje op de bank hangen. Even filmpjes kijken. En dan ga ik me denk ik wel nog even omkleden voordat we uit eten gaan. Ik kan gewoon lekker dit aan. Het is toch maar een normaal restaurant. Het is geen luxe De Vrienden restaurant of zo. Ik ben zo blij met mijn vierde gaatje wat ik had. Ik weet niet of er mensen zijn die dat weten. Maar ik had dus, even kijken hoor. Een tijdje geleden had ik dus oorbelletjes besteld bij Anna Nina. Die ik normaal altijd in heb. Maar ook nog een knopje. Want ik wilde toen dus al een vierde gaatje. En ik dacht, deze vind ik wel heel erg leuk voor in dat vierde gaatje. Maar ja, toen kwam dat alle winkels dicht gingen en zo. En toen laatst was ik trouwens met Lindsay en Stacy gaan kijken bij de juwelier om hem te laten schieten. Want ik laat hem altijd daar schieten. Ze waren ze aan het verbouwen. Dus we liepen nu in de stad. En toen dacht ik opeens, oh, even kijken of ze weer open zijn. En dat waren ze. Maar ik heb dan strakjes voor over een paar weken. Ja, straks voor over een paar weken heb ik dit kleine knopje. En er zit dan een oranje steentje in. Want ik heb natuurlijk ook die oranje ringen. En ik weet niet, ik vind oranje laatst echt een hele leuke kleur. En vooral ook in combinatie met goud.
Dus als ik hem mag vervangen, ga ik die erin doen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Wij gaan lekker uit eten. Ik heb echt zoveel trek. Het is namelijk 7:50 en we gaan nu pas weg. Want we hadden natuurlijk pas 7:45 gereserveerd. Maar ik heb dus mijn nieuwe jasje aan van Lovies. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik dacht dat is wel leuk met dat witte zo. En doe ik mijn Jeezy's erbij aan, gewoon die ik net ook aan had. Ik heb geen zin om leuk blouseje of iets aan te trekken. Ik heb gewoon lekker mijn trui aan. Het is vandaag zondag en het is nog best wel vroeg voor zondag. Het is namelijk 9:30 en ik ben al helemaal aangekleed. Maar wij gaan vandaag naar de designer outlet in Roermond. Best wel een beetje een spontaan idee. Muri kwam er opeens mee, van zullen we daar naartoe. Dus daar gaan we vandaag naartoe. Gisteren hebben we echt een super gezellig soort van date night, date day gehad. Overdag waren we natuurlijk naar de stad en s'avonds hebben we lekker bij Shabu Shabu gegeten. En toen we hier thuis kwamen hebben we lekker in bed films of een serie gekeken. We zijn begonnen aan Queen of South. We wisten niks wat we wilden kijken, dus ik vroeg het aan wat vriendinnen. En Stacey zei dat je die echt moest kijken, dus daar zijn we aan begonnen. En tot nu toe vinden we hem ook best wel leuk. Dus, ik heb echt een zweetkop, het is dus best wel warm. En ik heb dus een trui aan en een lange broek. Maar ik twijfel dus om dit rokje aan te doen hieronder, want het is toch wel ietsjes luchtiger. En ook wel leuk, deze is van Nikki. Dus ik ga dat nu eventjes aandoen en kijken hoe dat staat. Ik heb ook nog dit rokje. Lovies, die kan ik eventueel ook nog wel aandoen. En anders heb ik ook nog wel een jurkje, maar misschien is dat wel weer een beetje te overdreven. Oké, dit is het met het rokje. Die trui is van United Wardrobe. Ik had in mijn vorige video laten zien dat ik die op een United Wardrobe account had gekocht. En heel veel mensen vroegen hoe dat United Wardrobe account heette, maar het heette Femme, dus F-E-M-M-E. En je hebt dus ook nog lichtroze en donkerroze. En ik denk dat ik binnenkort die lichtroze ook nog ga bestellen. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Maar dat Instagram account is. Maar er is wel heel veel uitverkocht. Dus ik weet niet als jullie dit zien of er dan nog wat is. Maar ja, zo heet het Instagram account. Of dat United Wardrobe account bedoel ik. Niet Instagram, maar United Wardrobe account. Het rokje is dus van Nikki. Mijn tas is van Yves Saint Laurent. En die band is van AliExpress. En dan doe ik denk ik... Ja, ik wil dus deze Yeezy's erbij aan. Maar ik weet niet of dat vloekt, omdat het net niet dezelfde kleur blauw is. Maar Miu zei dat het wel kan, dus ik doe die denk ik wel gewoon aan. En ja. En dan gaan we zo meteen lekker naar de designer outlet. Ik hoop echt dat ze leuke dingen hebben. Want ik dacht ook van, door corona is natuurlijk heel lang heel veel winkels dicht geweest. Dus misschien zit er nu in de outlet wel weer heel erg veel, omdat ze het gewoon kwijt moeten. Dus ik hoop het. Maar we gaan het zien en ik ga jullie meenemen. Wij zijn weer terug van de outlet. Het was echt super gezellig. Het was wel echt mega druk. Je moest eerst met de auto in de rij staan voordat je naar binnen mocht. Dat ging op zich wel snel. Maar eigenlijk bij iedere winkel stond er al een rij. En normaal staat er bijvoorbeeld bij de Gucci winkel al een rij. Maar nu stond er dus een rij en moest je gewoon een uur wachten. Het leek wel een Efteling attractie. Dus het was wel heel druk. Maar we hebben wel gewoon alle winkels kunnen kijken op zich die we wilden kijken. Een paar niet dan. Maar voor de rest eigenlijk wel alles. En ik heb één dingetje gekocht. Dat zal ik even laten zien. Het zit in een Claudie tasje. Maar het is van Sandro. Maar de tasjes bij Sandro waren op. Dus ze hadden van deze winkel tasjes geleend. En ik heb er namelijk een blouseje gekocht. Oh. Ik heb er namelijk een heel leuk blouseje gekocht. Die was dus afgeprijsd van €155 naar 50. Nou, dat vond ik wel een leuk koopje. En dat is deze blouse. Beetje een soort satijnachtige blouse. En hij is dan een beetje roest oranje. Met blauwe ruitjes erop. En het is een beetje dezelfde kleur als mijn gooseberry badpak. En dat vond ik wel heel erg leuk. Want ik dacht, dit is wel heel erg leuk om dan gewoon zo'n beetje nonchalant aan te hebben. Dan bijvoorbeeld in een mom jeans of in een spijkershortje of zo. Dan een beetje zo te poffen. Ja, ik vond hem wel heel erg leuk. En die was dus echt best wel dik afgeprijsd, zeg maar. Ik heb geen idee hoeveel procent dat is, maar in ieder geval genoeg zodat ik hem wilde hebben. En ja, dat is eigenlijk het enige wat we gekocht hebben.
Ik stond ook nog bij Coach, ik heb geen idee hoe je die winkel noemt, te twijfelen om een tas te kopen. Hij was afgeprijsd van 500 naar 200 en hij was echt heel mooi. Maar ja, op zich heb ik geen tas nodig, dat weet ik ook wel. En wat ik helemaal niet heb verteld, maar gisteren hebben Milan en ik een vlucht geboekt naar Italië voor 3 augustus tot 9 augustus. Want mijn vader die zou sowieso met mijn broertje naar Italië gaan. En die had dus een bungalowhuisje voor 4 personen. En de vakantie van Milan en mij gaat natuurlijk niet door. Want we zouden naar Bali gaan, maar dat gaat dus niet door. Maar we wilden wel nog heel erg graag op vakantie. Dus nu hebben we dus een vlucht geboekt. Zodat we bij hun in het huisje kunnen. Mijn oom en tante staan ook op die camping. We hebben nichtjes en neefjes, dus dat wordt wel heel erg gezellig. Maar ik heb natuurlijk gewoon die nagelcursus iedere maandag. Dus we vliegen dan maandagavond, want die nagelcursus duurt tot 4 uur. Maandagavond vliegen we dan om 10 uur. En zondagavond om 11 uur landen we weer of zo. Dus dan maken we optimaal gebruik van de tijd die we hebben. Dus dat is wel chill en leuk. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Maar ja, daar hadden we dus ook al geld in uitgegeven gisteren. Dus, en ik twijfelde heel erg over die tas. Ik wist nou niet of ik het nou wel of niet moest doen. Dus ik heb het uiteindelijk maar niet gedaan. En in een nieuwe collectie zit nu ook een soortgelijke tas. Die is dan wel wat duurder. Maar als ik hem echt wil, kan ik die altijd nog kopen. Maar in Italië heb je dus ook zo'n designer outlet. Noventa di Piave, dat. En dat is zeg maar wel hetzelfde concept als die van Roermond. Dus grote kans dat die tas misschien ook in Italië is. Dus dan kan ik altijd daar nog kijken of ik iets leuks zie. Ik heb net eventjes mijn video bewerkt. Die morgen online moet komen, want dat was ik vergeten. En het is echt best wel een lange video geworden van 35 minuten. Dus daar was ik eventjes mee bezig. En we gaan zo meteen weer een lekker serie kijken. Want we zijn gisteren begonnen aan de serie Queen of the South. En die vinden we wel leuk. Dus we gaan nu met aflevering 3 beginnen. Nu heeft er nog even een pizza ingegooid. En ja, dat eigenlijk een beetje. Ik ben de video aan het bewerken en zag dat het nog geen einde had. Dus bij deze wil ik het video afsluiten. Laat eventjes weten of jullie het nog steeds leuk vinden dat de weekvlog in 2 zit is gesplitst. Dus een weekvlog en een weekendvlog. Want anders ga ik het weer in 1 doen. Dat het gewoon 1 lange weekvlog wordt. Maar dat moeten jullie maar eventjes laten weten wat jullie leuker vinden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot in de weekvlog.